Hoi allemaal en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag weer is iets heel anders dan alle vlogs en mama video's, namelijk gewoon weer eens ouderwets make-up. Want wat is nou een mooi moment om weer eens een keer iets met make-up te doen dan aan het einde van het jaar terug te kijken op het jaar en wat heb ik nou voor make-up gebruikt, wat waren nou mijn favoriete producten van het hele jaar en die ga ik vandaag met je delen en ondertussen ga ik ze op mijn gezicht smeren, dus we gaan ze ook terug naar de Bare Face, om vervolgens dit te creëren. Een beetje mijn everyday make-up look met mijn allerliefste lievelingsproducten van dit jaar. Dus het leek me heel leuk om dat te doen. Ja, en 2019 was voor mij een redelijk normaal jaar. Gewoon een jaar genieten met man en kids en nou ja, met alle dierbaren om mij heen. Niet heel veel life-changing events. Ik ben natuurlijk wel geopereerd. Dat was een zware tijd. En we hebben een huis gekocht. Wat nog niet klaar is. Maar ja, wat natuurlijk wel eigenlijk een life-changing event is. Dus al met al is 2019 een zeer geslaagd jaar. Ik hoop voor jou ook. En nou ja, ik ga je nu meenemen naar mijn Bare Face. En dan gaan we hem helemaal optuigen met al mijn lievelingsproducten. Dus ik zie je zo. Nou, laten we beginnen. Ik heb een fresh face. Ik heb eigenlijk mijn hele basis al op. Twee dingen die ik daarvan wilde laten zien. Sorry trouwens voor mijn heese stem, maar ik heb de afgelopen dagen buikgriep gehad. En heel veel overgeven dus. En dan krijg je dit. Dus excuse me voor mijn heese stem. Maar goed, doet er verder niet toe. Ik ben weer opgeknapt. We kunnen er weer tegenaan. Wat gebruik ik op mijn gezicht? Nou, van alles. Maar mijn favorieten van het afgelopen jaar zijn deze twee, 's ochtends en 's avonds, het Vichy Mineraal 89, zowel voor de ogen, het serum als het serum voor all of my face en de décolleté, alhoewel ik dat nog wel eens vergeet. Super fijn, trekt snel in. Ik heb echt een kurkdroge huid, dus mijn huid slurpt dit soort dingen op en vind het fantastisch. Maar volgens mij is voor elk huidtype is dit serum heel fijn. En wat ik verder graag gebruik zijn deze twee. De Ordinary Cold Pressed, 100% Cold Pressed Virgin Marula Oil. Sowieso vind ik de Ordinary een fantastisch merk. Je zal er nog wel meer van voorbij zien komen vandaag. Maar deze kan je dus blijkbaar ook in je haar smeren. Ik doe het alleen maar op mijn huid. En wat je, ja, deze olie vind ik heel fijn. Maar je hebt echt heel veel producten. Dus je moet echt kijken wat bij jouw huid past. Maar deze vind ik echt heerlijk. En die doe ik dan vaak 's avonds op. Na mijn serum of voor het serum. Maar het serum wat ik ook vaak 's avonds gebruik is deze. Ik weet niet of het een serum is. Ja, het is een serum. Ook van The Ordinary. En dit heb ik nog niet zo heel lang. Maar ik gebruik het graag, zoals je misschien wel kunt zien. Dit is de Buffet. En dat klinkt al, vind ik al fantastisch. Multi-Technology Peptide Serum. En deze kan je dus 's ochtends en 's avonds op je hele gezicht aanbrengen. Als het schoon is. En dat doe ik niet. Ik doe het alleen 's avonds. Omdat ik ook zo gek ben op deze. En goed, ik kan niet alles op je hoofd smeren. Dus meestal doe ik dan 's avonds tegenwoordig deze. Dus eigenlijk het grootste gedeelte van het jaar heb ik deze 's ochtends en 's avonds gebruikt. Maar sinds ik denk een maand of twee doe ik nu deze dan 's avonds. En dan vaak deze eroverheen. Love it. Goed, dus dan zit de basis erop. En dan kunnen we gaan make-uppen. En dat is natuurlijk heel leuk. En het is heel lang geleden dat ik het voor een camera heb gedaan. Dus nou ja, goed, we gaan het zien. En ik bedenk me nu ook al dat ik iets ben vergeten om mijn handen schoon te maken. Dus dat moet ik zo nog even pakken. Maar ik heb een soort in 2019, misschien begon het al in 2018, een soort liefde gekregen voor foundations, tinted moisturizers. Meestal gebruikte ik tinted moisturizers of BB creams. En in 2019 zijn daar de foundations een beetje bijgekomen. Maar ik heb eigenlijk liefde voor allemaal. En het hangt gewoon van mijn dag af waar ik zin in heb. Heb ik zin in heel weinig? Heb ik zin in een glow? Heb ik zin in dekking? Ik heb over het algemeen weinig onzuiverheden. Maar ik moet wel zeggen dat ik vanwege mijn operatie aan de pil ben gegaan. En daar kreeg ik leuk vuurwerk. Daar kreeg ik echt wel pukkels van. Dus toen ben ik ook weer iets meer naar de dekkendere foundations gegaan. Voor mij dekkend, want ik ben nog steeds niet van het dekkende foundation. Want ik heb een aantal lievelings. Deze kennen jullie wel. De Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. En ik heb hiervan de kleur Natural 05. En die kan ik eigenlijk 's winters en 's zomers, omdat die heel licht is. En heel erg past bij mijn huidtint, zeg maar. Of mijn ondertoon. Kan ik hem eigenlijk altijd opdoen.
En soms meng ik hem in de zomer nog met een klein beetje donkere olie, zeg maar. Maar hoeft niet eens. En dan twee nieuwe favorieten van dit jaar. Dit is de Dior Backstage Foundation in de kleur 2N. Een hele fijne foundation. Je kunt hem vrij licht aanbrengen, wat ik meestal doe. Maar je kunt hem ook heel dekkend aanbrengen. Ook heel mooi, maar is persoonlijk minder mijn ding. En dan The Ordinary. Dit is de Ordinary Coverage Foundation. Je hebt ook een andere foundation die ik heel graag wil, maar die volgens mij niet echt makkelijk in Nederland te verkrijgen is. Die is zeg maar niet coverage, maar nou, de lichtere variant. Maar ik moet zeggen dat deze ook nog steeds heel natuurlijk oogt. Ik heb hem in twee kleuren. 1.1p en 1.2p. En die meng ik nou ja, al naar gelang mijn huid dat wil. Nu zit ik natuurlijk met meer van deze en een klein beetje van deze. En nou, in de zomer is het andersom. Ik moet zeggen dat deze echt best wel hard gaat. Omdat ik gewoon heel erg veel gebruik vind en hele fijn. En ik denk dat ik deze vandaag ook ga gebruiken. Alhoewel ik wel een beetje twijfel natuurlijk. Want ik vind ze allemaal fijn. Maar ja, ik breng het eigenlijk altijd aan met mijn vingers. Ja, dat is maar net wat iedereen fijn vindt. Maar ik vind dat het allerfijnst. Dat werkt gewoon makkelijk. Ik doe dus nu zeg maar een klein drupje van het een en een iets groter drupje van het ander. En dan breng ik dat gewoon aan. En nou ja, dan kijk ik even of het een beetje klopt met mijn huidskleur waar goed in. Misschien omdat ik hem zo vaak gebruik, weet ik wel ongeveer de verhouding die ik nodig heb. En dan smeer ik dat gewoon lekker in. En deze voelt ook gewoon heel prettig aan. Want ik heb dus een droge huid. Qua vocht zit het wel goed. Het is meer vet wat ontbreekt, geloof ik. Maar goed, in mijn beleving ontbreekt er van alles. Maar ik heb wel zo'n meting laten doen. En toen had ik echt super hoge score. Ze zei, ik weet niet wat jij gebruikt, maar dat gaat goed. Maar het voelt wel heel trekkerig als ik uit de douche kom of zo. Mensen, komt even kijken. Ziet het er nog steeds heel natuurlijk uit. Ik ga er dus een spiegel bij pakken, want ik kijk nu alleen maar in schermen. Dat is voor niemand een goed idee. Maar het blijft er heel natuurlijk uitzien. Maar wel gewoon eventjes een beetje die roodheid eraf. Even een beetje een healthy glow. Ik heb trouwens ook echt gortdroge lippen door dat geintje. Dus ik ga meteen even het op mijn lippen smeren. Dit is de Estee Lauder Lip Conditioner. Nou, dat is niet dat ik die nou dagelijks gebruik. Want ik heb eigenlijk niet zo heel snel last van droge lippen. Maar nu wel. Na mijn foundation ga ik eigenlijk altijd concealer of wenkbrauwen doen. Dat is een beetje maar waar ik zin in heb. Ik gebruik eigenlijk altijd twee dezelfde concealers. De Estee Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Deze. En hier heb ik de kleur 2C Light Medium Cool van. En de Radiance Reveal Concealer van Bourjois. En hier heb ik de lichtste kleur van 01 Ivory. Die gaat onder mijn ogen. En deze gaat op mijn onzuiverheden. Nou heb ik nu geloof ik niet zo heel veel onzuiverheden. Dus dat is altijd top. Maar als je op gaat letten vind je altijd wel iets. Meestal zit dat rond mijn kin. Nou ja, en ik ben dus niet van super dekkend, dus ik hoef ook niet elk onzuiverheidje te helemaal te bedekken, maar een beetje. En ook dat doe ik allemaal met mijn vingers. En nou, die wallen, die kunnen altijd wel wat gebruiken. Dan komen we aan bij wenkbrauwen. En ja, wenkbrauwen doe ik altijd, ook als ik geen make-up draag. Nee, tenzij ze echt net geverfd zijn, maar over het algemeen doe ik altijd wenkbrauwen. En daarvoor gebruik ik het NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil in de kleur Taupe. Als ik het goed heb, ik weet waar dat staat, maar volgens mij heb ik gewoon Taupe. We zullen het nooit weten, maar volgens mij heb ik de kleur Taupe. En die heeft aan één kant zo'n soort klein pennetje en aan de andere kant gewoon een borsteltje. En ik heb ze nu redelijk recent geverfd, dus nu is het altijd vrij makkelijk. Maar ik doe meestal een streep aan de onderkant zetten. En die trek ik dan door tot mijn arcadeboog en dan maak ik haartjes.
En soms dan kam ik het nog even naar beneden en maak ik een streep aan de bovenkant. En dan kam ik het weer omhoog. Dan ben je al een heel eind, zoals je ziet. Echt, wenkbrauwen maken zo'n verschil. Ik wil het ook nog steeds een keer laten powderbrowen, microbladen, iets in die richting, maar al iets wat past zeg maar bij, want ik heb natuurlijk voor mezelf hele lichte wenkbrauwen. En ik weet niet wat dan de handigste techniek is. Als iemand ervaring heeft trouwens, let me know, want ik heb van mezelf dus echt, nou ja, blonde wenkbrauwen. Het is nu, dit is echt mijn winterkleur, maar mijn wenkbrauwen zijn ongeveer die kleur. En ik hou echt van donkere wenkbrauwen. Beetje dit, zeg maar. Maar nu moet ik ze elke 6 weken, 6 à 8 weken, laat ik ze verven. Maar ik wil eigenlijk wel iets voor wat langere termijn. Dus let me know, ik ben heel benieuwd. En ik heb dus trouwens wel hele volle wenkbrauwen van mezelf. Alleen je ziet ze niet omdat de haren te licht zijn. Dus ik hoef niet zozeer extra haar. Ik wil ze gewoon donker. Dus ik denk, ja, ik ben een beetje bang dat je dan bij dat verven uit blijft komen. Omdat je anders, je kan het wel zeg maar tatoeëren tussen aanhalingstekens. Maar dan zie je nog steeds die witte haren op liggen, lijkt mij toch? Of zie ik het verkeerd? Dan ga ik meestal door met bronzer. En voor wie me al heel lang volgt, is dit geen verrassing. Want deze heb ik echt altijd. Dit is de Body Shop Chronic Bronze in de kleur nummer 3. Medium matte. En die gebruik ik eigenlijk altijd als een soort shape en bronzer. En die vind ik gewoon... Hij is heel fijn zacht. Oog niet te poederig. De kleur past me eigenlijk zomer en winter goed. Dus eigenlijk, ja, ik vind shapen, maak me soms wel, zeg maar, shapen met een, met echt een shape kleur maakt me soms wat grauw, vind ik. Dus ik shape eigenlijk gewoon met een bronzer. En dan gaan we door naar oogschaduw. En daar varieer ik enorm mee. Ik heb een tijdje gehad dat ik vooral voor oogpotlood ging. Ik heb een tijdje gehad dat ik heel veel met één oogschaduw werkte. En ik heb een tijdje van de paletten gehad. En dat wisselt bij mij altijd een beetje. Voor gewoon één oogschaduw gebruik ik bijna altijd één van deze twee. Dit zijn de MAC oogschaduw in Quarry. Het is een matte taupe kleur. Of bijna dezelfde kleur, maar dan in het glans. Dit is Satin Taupe. Dus die vind ik altijd heel makkelijk werken. Qua oogschaduwpaletten, ja. Ik heb er veel, ik hou ervan. Ik heb ze al heel vaak gesaneerd, maar ik blijf er heel veel houden. Omdat ik het gewoon fantastisch vind. Maar degene die ik dit jaar nieuw heb en die ik dus dit jaar het meest gebruikt heb, zijn de Nude Palet, Nude Light Palet van Huda Beauty. Dat is deze. Hele mooie kleur. Ja, die roze en die paars gebruik ik natuurlijk niet zo vaak, maar de andere kleuren wel. En het Charlotte Tilbury Exaggerated Eyes Bigger Brighter Eyes Filter, die vind ik ook heel mooi. Dus dat zijn eigenlijk de oogschaduws die ik qua paletten nu het meest gebruik. Ik begin even met een basis, want natuurlijk gaan we vandaag voor een oogschaduw look. Wel simpel, maar effectief. De laatste tijd ben ik ook een andere manier van oogschaduw aanbrengen aan het testen. Maar ik wissel dat gewoon allemaal heel erg af. Ik vind het gewoon heel leuk om mee te spelen. En natuurlijk, aangezien ik kinderen heb, neem ik er iets minder de tijd voor tegenwoordig. Maar ik blijf het leuk vinden. Ja, wil ik zo doen. Ik denk dat ik toch voor de Charlotte Tilbury ga vandaag. Waarom ik dat zo moest schudden, weet ik ook niet. Dan neem ik deze kleur en die breng ik eigenlijk aan over mijn bewegende ooglid. En neem haar kale boog. Dan pak ik een smudgerkwastje. Ik had trouwens net de MAC 217. En dit is de
Kiko nummer 54. En daarmee ga ik in de donkere matte kleur. En dan blend ik het verder met de Suva Sueva Luxe Petit Crease. Dit is nummer 231. En dan ga ik er daarna nog even overheen met mijn MAC 217. En ja, ik moet mijn kwasten wassen. Goed voornemen voor het nieuwe jaar. En dan als laatste pak ik een grotere platte kwast. En dit is de Morphe M422. En daarmee ga ik in de lichtste kleur. Dit doe ik trouwens ook heel vaak gewoon met mijn vingers. Dus dan doe ik gewoon zo. Maar ja, voor de vandaag doen we leuk met een kwastie. En dan breng ik het tot ongeveer het midden. En dan in mijn ooghoek ook. En afhankelijk van hoe licht de kleur is, ga ik nog eventjes een heel klein beetje over mijn wenkbrauwbot. Wat ik bij deze vaak doe, is dat ik dan die donker glimmende kleur doe. Want als ik die beetje rood-paars getint doe, dat wordt altijd een beetje heftig. Maar dan trek ik die glanzende kleur ook nog een klein beetje langs mijn bovenste wimperrand en dan dus een beetje langs mijn onderste wimperrand. Dan pak ik meestal nog wel even een oogpotloodje en dit is de MAC Eye Pencil in koffie. Dit soort dingen doe ik echt 180 jaar. Dan pak ik mijn wimperkruller en dat is eigenlijk altijd de wimperkruller van de HEMA. Dus dat is weinig spectaculairs, maar ik vind hem gewoon heel fijn. Maar wimperkrullen is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van je oogvorm. Wat ik trouwens alvast ga doen is wenkbrauwgel. En eigenlijk was dit jaar voor mij het jaar van de glycerinezeep. Dat is het nog steeds. Alleen ik merk dat ik het in de winter wat minder handig vind. Want als het regent, oh my god, ik weet niet of je het een keer geprobeerd met regen. Niet leuk. Ik had een keer, nou toen was het ook, stroomde het echt. Toen had ik dus alleen lekker glycerinezeep op mijn wenkbrauw gedaan. Ze zaten fantastisch. Ik krijg ook altijd een complimentje over mijn wenkbrauw als ik dat op heb. Gewoon glycerinezeep van de HEMA, een borsteltje doen. Een borsteltje heel klein beetje nat maken. En dan, nou, zitten ze echt wel een huis en het zit gewoon heel mooi en natuurlijk. Maar toen fiets ik door stromende regen en ik fietste met mijn moeder en ik zei, nou ik moet echt stoppen. Ik heb zo'n pijn in mijn ogen en ik snap het niet en hoe kan het nou? En dacht ik, ik heb die zeep natuurlijk en dat was, zeg maar zo, voel je gezicht in. Niet leuk, maar goed. Dus voor nu even wenkbrauwgel. Dit was gewoon wenkbrauwgel van de HEMA. Super basic. Dan de mascara die ik dit jaar het meest gebruikt heb, die ik dit jaar ook ontdekt heb. En waar ik mezelf best wel over verbaasde, is de Unlimited mascara van L'Oreal. Want ik ben eigenlijk helemaal geen fan van L'Oreal mascara's. Nou, deze heeft ook een hele interessante functie die ik nooit gebruik. Maar ja, om een van de redenen vind ik hem heel fijn. Hij is niet te droog. Hij is best wel nat zelfs. Hij heeft een siliconenborsteltje, wat voor mij vereist is. Een beetje in een koonvorm. En ik vind hem gewoon heel prettig. Je krijgt er mooie, volle gesepareerde wimpers van. Dus ja, dit is voor mij wel een ontdekking in 2019. En daaroverheen doe ik eigenlijk altijd een laagje Maybelline Lash Sensational Waterproof. Eigenlijk ook altijd deze, maar heel soms een andere waterproof mascara. Maar eigenlijk altijd deze. Omdat ik het idee heb dat ze dan beter in de krul blijven zitten. En je minder, dat ze minder afgeven zeg maar, tegen je ogen aan en zo. En in zo'n regenbui is het ook wel fijn. Dus dat is wat ik doe qua mascara. En dan blush. Ja, kijk, blush is mijn all-time favorite product, denk ik. Als ik dus iets mee mocht nemen naar een onbewoond eiland, dan zou het wenkbrauwpotlood en blush zijn. Het liefst ook mascara, maar ja. En ik blijf toch een beetje hangen in dezelfde blushes. Ik vind nog steeds de Be Creative Makeup, dat is het merk van Issy Paris, de 003 Precious, heel fijn.
Deze vind ik heel fijn, de Fairly Precious Extra Dimension Blush van MAC. Ik heb bijna alleen maar peach tones. Deze is een redelijk nieuwe ontdekking, de Bobbi Brown Brightening Brick in Coral. Nou, deze gebruik ik ook al 100 jaar. De Hourglass Luminous Flush Plus. Maar ik denk, omdat het gewoon mijn jaarlijkse allerlievelings zijn, dat ik toch wel voor deze moet gaan. Want ja, is gewoon fantastisch. En die breng ik aan met mijn Zoeva Zoeva Luxe Sheer Cheek 127. Kijk, en hier. Dit is toch gewoon dit versus dit is toch gewoon... En dan natuurlijk Glow. En hier kom ik eigenlijk ook altijd bij terug. Dit is de MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. En ja, deze, ik weet niet hoe lang ik hier al mee doe, maar heel lang. En die blijf ik gewoon heel fijn vinden. En meestal doe ik dan nog even de blush brush eroverheen. Oh, en als ik trouwens mijn gezichtspoeder, wat ik op zo'n dag als vandaag niet doe, maar wel gewoon voor 's avonds of zo. Of soms als ik een wat vettere huid heb, een beetje almost never happens. Maar dan gebruik ik de Hourglass Ambient Lighting Powder in Dim Light. Zoals je ziet heb ik hem heel veel gebruikt. Dan komen we bij het ene laatste product. En dat is voor op de lippen. Ik moet zeggen dat ik weinig dagen iets op mijn lippen doe. Ik weet niet waarom. Ik heb niet zo heel veel... Ik vind het wel leuk om af en toe te doen, maar dan is het meer voor als ik uitga of zo. Maar dagelijks heb ik dat niet. Zwem vind ik trouwens ook niet mooi. Dus het is echt als ik uitga of zo, dat ik een keer iets op mijn lippen smeer. Maar goed, als ik iets op mijn lippen smeer, of dat ik soms, weet je, dan denk je van, ik weet niet wat het is, maar er mist iets, dan doe ik het. Degene die ik het meest gebruik zijn deze drie. Dit is de MAC Creme Sheen Gloss in Partial to Pink. Dat is gewoon een lipgloss. Deze die heb ik gekregen na de bevalling van Niels van een vriendinnetje. Dit is de Dior Addict Lipstick in 976. Is het dan de kleur B Dior? Ik weet niet. Dit is een echte wat meer roze kleur. Dus die doe ik vaak ook bij een wat meer roze blush op. Of degene die ik op mijn bruiloft op had was de Estée Lauder Pure Color Envy Lipstick in 120 Desire Bomb. En het is gewoon een hele mooie nude kleur. Dus ik denk dat ik daarvoor ga vandaag. Zorg ik voor, nee, ik ga voor de gloss, want ik heb zo droge lippen. Als je het hebt over glans op je wangen, kan natuurlijk de Bobbi Brown Shimmer Brick niet ontbreken. Dit is de kleur Nectar. En nou ja, dat zal je niet verrassen dat ik die draag. Maar hele mooie... Nectarkleur, nectarinekleur, peachy. Dan nog het laatste product wat ik altijd gebruik is de, tenminste meestal deze, maar ook wel als iets anders, maar meestal de Ethos Long Lasting Makeup Fixing Spray. En meestal dep ik dat in met een sponsje, maar goed, die liggen nog in de wachtkamer, dus we doen het even zo. En ik vergeet nog helemaal te vertellen welke primer ik gebruik. Ik gebruik alleen maar een primer als ik ga stappen. Maar als ik dat doe, dan gebruik ik de Smashbox Photo Finish Primerizer. Dat is de Primer Moisturizer. En dat vind ik een hele fijne, omdat die dus ja, geschikt is voor mijn kurkdroge huid. En dit is het. Dit is mijn, eigenlijk mijn everyday make-up. Nou ja, de oogschaduw doe ik dus soms wat minder, soms wat anders. Maar goed, verder is het eigenlijk allemaal zijn het producten die ik heel 2019 met heel veel liefde heb gebruikt. Ik ben heel benieuwd naar jouw lievelingsproducten. Ik ben ook heel benieuwd of je het leuk vond om weer zo'n filmpje van mij te zien. Want het is echt super lang geleden. Laat het me weten. En ik wil jullie een fantastisch 2020 wensen. Ik hoop dat het een prachtig, mooi, gelukkig en gezond jaar wordt. En ik zie jullie heel graag in 2020 weer. Doeg!